Oh my god, ik ga deze guy snipen. Ja, 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 ja. Piek! Juist, blijf zitten. Doei, hè? Jongen, jongen, jongen. Let's go, man. Jongere mensen, super dood. Jullie weer kijken naar deze gloednieuwe Fortnite video op mijn kanaal Games Real, jongens. En vandaag heb ik iets heel erg speciaals op de planning. Want zoals je hier ziet, zie je mijn Fortnite natuurlijk openstaan. En ik ga spelen met de Rare, de OG-versie van de Ghoul Trooper natuurlijk. Ik heb een vriend die super chill is en die dus dit account ook beheert. En die dus de Ghoul Trooper OG had. En hij heeft heel veel OG-skins. Hij heeft ook natuurlijk, even zien, kan ik die bijhalen, de Renegade Raider. Dus dit account is natuurlijk super stack met OG-gliders en van alles. Dus wij gaan lekker op dit account spelen, jongens. Maar we gaan iets super ziek doen. We gaan gewoon een solo potje joinen natuurlijk. Net voor deze opnames had ik even een inkom potje gedaan en ik had letterlijk een victory royale gehaald met 16 kills in een solo game. Dat was ziek spannend, dus ik hoop dat we deze game in deze video natuurlijk ook super speciaal kunnen maken voor jullie. En hopelijk met veel kills en natuurlijk die victory royale. Nou jongens, als je er zin in hebt, vergeet dan niet zeker even op die blauwe duimpjes te rammen. En natuurlijk te abonneren op mijn kanaal, zal super ziek zijn. Je helpt me natuurlijk enorm om te abonneren natuurlijk. Trouwens, een dikke SO naar deze mensen voor het volgen op mijn Instagram natuurlijk. Wil jij volgende keer een SO in de volgende video van morgen? Check dan sowieso mijn Instagram, GamesRealYT. Zal super dood zijn. En wie weet heb jij wel een SO in de volgende video. Ik zou het gewoon proberen, wie weet. Niet geschoten is altijd mis, toch? Ja, toch? Trouwens, jongens, support je mij nog niet in de iShop. Zal super dope zijn. Mijn code is gewoon GamesForReal. Er zijn nog steeds mensen die GamesForReal YT gebruiken. Mijn code is gewoon GamesForReal natuurlijk. Al wil je mij niet supporten, is helemaal niet erg natuurlijk. Support gewoon een creator die jij leuk vindt. En ga niet niemand supporten, want het is gewoon, ja, je support gratis iemand. Dus vergeet niet zeker even jouw favoriete YouTuber in de iShop te gebruiken. Nou, jongens, genoeg geluld. Ik denk dat we gewoon in een potje moeten duiken. Let's fucking go. Zo, mensen, zijn natuurlijk net uit de Battle Pass gesprongen. En we gaan lekker natuurlijk naar Salty Springs toe. Salty Springs is wel, denk ik, echt een chille stad. Ook een drukke stad om te landen. En ik hoop dat we gewoon chille kills kunnen gaan pakken. Letterlijk dus die game met 16 kills hiervoor. Was ik ook in Salty geland. Dus ik hoop dat we toch weer een soort van dat gelukje hebben. Dat we gewoon weer een chille game halen. Ik denk juist. Oké, de landen. Oh my god. Het wordt echt druk. Oké, Ghoul Trooper. Ik hoop dat je een beetje geluk brengt. Deze guy. Oh, die landt echt perfect, denk ik. Ik denk dat ik voor het blauwe huisje ga aimen. Ik denk dat ik perfect voor die deur land, of niet? Shit, ben ik als eerste? Ben ik als eerste? Nee, oké, ik land hier. Ik land hier. Oh, stress, jongens. Oh my god. Oké, geef me een gun. Dit zijn ammo'tjes. Een bandage. Oké, dat is een wapen. Dit is een wapen. Iemand boven mij heeft een... Oh, hij gaat de kist pakken. 100%. Where you at, bro? Ik weet niet wat voor gun hij heeft. Hij heeft een pistool. Oh my god, ik heb hem net. Oh, legit. Oh. Oké, dat scheelde echt niks, jongens. Oké, ik neem snel die mini-sin en die bandage. We hebben in ieder geval onze eerste kill snel binnen, maar dat scheelde echt niks. 4 HP. Ik zie daar iemand rennen. Oh my god, perfect gesniped. Mergin, sorry bro. Dat was geen OG Ghoul Trooper, dus die moest gewoon dood. Ik zie daar net een deur dicht gaan. Oké, wacht, als die daar komt, let op, let op. Oh shit, ik val. Nee! Oh my god, ik kon een mooi sniper daar, gek. Ah, jammer, shit, sorry. Oh, waarom viel ik daar? Ik had anders nog een sniper kill kunnen pakken. Oké, maar eens uit, ik moet even wat messen verzamelen, aangezien ik geen shotgun heb. Moet ik wel een beetje op de afstand en een beetje rustig gaan spelen. Maar dat komt goed. Maar is hij. Want we hebben gewoon die AR en die sniper vooral. Die sniper is echt heerlijk, man. Al lekker een kill mee opgepakt. Dus dat is chill. Right, sowieso daar zitten mensen. En die chick van net, die liep daar. Die liep ook een beetje hierheen. Even zien hoor. Ik moet gewoon rustig aan doen, jongens. Geen shotgun. Ja, die kut. Die guy is dood natuurlijk. Fuck, maar zijn loot ligt er nog wel. Ah, ik moet even wat close range weapons hebben, man. Want dit is echt niet best. Daar is sowieso ook gevochten. Oké, okay, hier is iemand doodgaan. Ik ga deze loot nakken. Oh my god. Hier ligt fucking veel loot. Geef me die tech. Tactical, dank u wel. Minis. Heerlijk, man. Twee snipers hoef ik niet. Burst. Nee, neem die niks mee. Oh my god, perfect, jongens. Oh, wat chill dat we deze guys even tegenkwamen. Man, gewoon gratis loot hier, joh. What the heck? Maar waar zijn die enemies dan? Dit kan nooit iedereen zijn. Ik geloof er niks van. Oké, okay, dat dacht ik dus al. Waar was jij? Waar ben jij? Waar was jij? Je bent een... Nice. Deze guy heeft geen shield. Wacht, hoe ga ik dit doen? Oké, dat werkt niet. Dat werkt totaal niet. Oh my god, dat werkt echt niet hoe ik het wilde hebben. Oké, wel een beetje trouwens. Vang die ineens, vriend! Okay, die guy gaat waarschijnlijk dood. Ik moet even opletten. Want er komt er nog een aan. Kom, edit het. Hij gaat sowieso editen. Wat is deze guy aan het doen? Ik heb geen match meer. Let's go, dat is één. Hup. Heb je match? Sowieso. Nice. Chill. Lekker. Oké, okay, ik neem die minis ook weer mee. Nice. Oké, okay, waar is die andere gast? Die andere guy had sowieso ook geen shield. Ik gooi daar even een nature heen. Pistol heb ik niet nodig. Groene tech. Die kan ik wel gebruiken. Dank je. Bro, where you at?
Ik heb geen idee waar hij zit. Oh, hij zit sowieso ergens hier binnen, man. Ik denk in de kelder. Hij zit in de kelder, 100%. Shit, man. Had ik die nees nog maar bewaard? Oh my god. Oké, wat gaan we doen? Ik ga hem niet pushen, denk ik, man. Hij zit sowieso hier binnen. Ja, hij zit hieronder. Oké. Ik heb een idee. We gaan dit gewoon doen. Een beetje cones plaatsen, zo. Oh, moet ik hem zelf inbouwen. En dan moet hij wel omhoog komen. Let's go. We hebben hem. Oh, shit. Let's go, man. Woo! Heerlijke edits ook, man. Oké, en nu verneuk ik het letterlijk. Chill, man. Let's get it, gast. Holy shit. We hebben gewoon rustig 4 kills in Salty gepakt. Wat ik dus zei, het vorige potje, is dat dit echt wel een chille plek is om weer te landen, man. Oké, ik ga even die medkit innemen, want ik heb wel even mijn heals weer nodig. We hebben op zich wel chille wapens. Het kan wel iets beter natuurlijk. Misschien dat we toch nog even ergens een gekke scar of zo vandaan kunnen halen. Dat zal even nice zijn. Oh my god. Dat geluid bevalt mij niet. Oh my god, die raket. Oké, toch een hit. Let's go. Ik heb nades. Vang een vriend. Oh my god, deze guy. Oh kut, ik heb geen nades meer. Fuck. Hij heeft het spas. Hij heeft het fucking spas, jongens. Oké. Oh shit, ik heb geen mensen meer. Heel kut dit. Heel kut dit. Deze guy heeft het spas. Hij heeft een visje. Hij heeft een spas, jongens, en veel HP. Oké, snel een mini poppen. Groene tech, alsjeblieft, laat me niet in de steek, vriend. Nee! Fuck, ouwe! Hey, fake gold trooper, huppakee. Zou maar een OG hebben, hop, pam. Zo, mensen, zijn bij het tweede potje aangekomen. Poging 2 en we moeten het gewoon doen, jongens. Fuck it. We gaan lekker hier natuurlijk landen. Lekker bij Holy Hedges. En volgens mij wordt het hier een drukke boel, jongens. Dus dit wordt wel even een botje. Zeg je eerlijk. Oké, 3, 4, 5 mensen of zo die hier landen. Oké. Okay. Dat is niet verkeerd. Dat is prima. Oké, even zien. Waar ga ik landen? Ik wil eigenlijk bij dit huis. Zou ik hier gewoon gaan landen? Fuck it. Ik ga het doen. Hier zit de voordeur. Oké, snel een wapen vinden. Ik moet als eerst gewoon een gun hebben. Fuck it. Let's go. Oké, harpoon gun. Oké, wordt een beetje lastig, maar goed. Dat is 1 hit. Je bent fucking low. Hoppakee, harpoon kill, huppakeetje. What the fuck, ouwe. Hoe kut is dat om daar de dood te gaan? Maar GG voor ons, man. Oké, ik heb een sniper, man. Dat is echt chill. Oké, mooi, man. Oké, oeh, nice, ja. Pump, doei, sorry, bro. Ik weet niet, man. De tactical shotgun blijft gewoon, denk ik, toch iets fijner, man. Zeker voor mij gewoon. En mijn mening, wow, dikke leg spike. Zagen jullie dat? Oh, wat doe ik nu allemaal? Sniper wil ik meenemen. Die mag weg. En ik wil die nades bij me. Dankjewel. Okay, daar is volgens mij een dikke fight gaan. Ik zie daar ook shit gebouwd worden. Oh my god. Oh, als die raak zou zijn, gast. Besef. Oh shit, hij zit daar nog steeds. Bro, waarom gaat die shit niet raak? Ben ik nou zo scheef? Hij wordt gepusht. Kom op, plastic aan. Oh my god. Oh my god. Je kan me niet vertellen dat hij nog zoveel mensen heeft. Nades, doe het! Please, ga raak. Oh my god. Oh, die gingen wel echt prachtig houden. Holy shit. Oké, ik wil hem op zich wel gaan pushen. Daar zit ook een grappenmaker. Maar ik durf niet echt, omdat ik ook niet echt shield heb. En dat houdt dus AK in dat ik binnen 2 schoten gewoon letterlijk dood kan zijn. Maar fuck it, we gaan het gewoon proberen. Ik ga dit huisje pushen, jongens. I need some shields, bruv. Zit hier wat in? Nice kiss, kom op, let's go. Oh my god. Oké, nu wil ik niet doodgaan. Dit wordt hem. Dit wordt de game, jongens. Dit wordt de fucking game, ouwe. Holy shit. Oké, geef me shield. Als ik nu shields vind, jongen, ik push iedereen. Echt. Oh my god. Ik hoor een kist. Kom op. Grote pot. Of minis. Maakt niks uit. Hoppakee. En oh, nice. Ja. Oh my god, jongens. Ik ga serieus echt iedereen de moeder pushen, jongens. Dit is... Oké, dat klinkt heel... Oké, vergeet dat maar even, jongens. Want dat was wel een beetje awkward dat ik dat zei. Maar oké, jullie snappen wat ik ga doen. Oh my god, oké, RPG fights gaan er daar allemaal. Dikke herres daar. Okay, ik moet gewoon deze daar op dit dak blijven. Waar zit die guy waar die op zit te schieten dan? 100? Nice, shit. Ik hoop niet dat hij gekillt wordt. Daar is links zit ook een gast. Met een RPG, en daar ben ik best wel bang voor eigenlijk. Okay, wat gaat die guy doen? Oh nee, hij piekte niet. Oké, ik wacht totdat er één van hun gaat pushen of zo. Die guy is zo low, hè. Wat kut voor hem. Hij wordt ook ijs gesniped. Oh my god. Hij is genoodscoped! Maar ik wil pushen. Oh ja. Kom op. Oh, doe dat nog een keer. Nee. Ga snipen, alsjeblieft. Ga snipen. Nee, hij springt te veel, jongens. Ik wil hem snipen, man. Blijf zitten. Ja. Nee! Ik durf niet te schieten, man. Hij beweegt zo veel. Oh shit, daar zit ook iemand. Huh?
Oh my god, jongens. What the fuck is er gaan... Oké, okay, ik zit hier gewoon alleen maar fights. Ik wil eigenlijk wel gaan pushen, man. Oké, okay, fuck it. Ik ga die linker of die rechter guy pushen. Let's go. Oké, okay, daar zit iemand die hij heeft gekillt, zit hij daar nu. Dus dat is wel op zich wel nice om te weten. Fuck, man. Waarschijnlijk zitten jullie allemaal in de comments te zetten van Dylan had nou gewoon geschoten. Achterlijke sukkel. Maar, bro's, ik durfde echt niet, man. Want dan verraad ik er echt vol mee in positie gewoon. Oké, okay, als hij daar gaat pieken, juist. Iets met je hoofd, maat. Oh my god. Deze guy is zo... kom op, iets naar links. Oh my god, ik ga deze guy snipen. Ja, 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 ja. Piek. Juist, blijf zitten. Doei, hè, jongen, jongen, jongen. Let's go, man. Heeft hij veel? Oké, hij heeft echt helemaal niks. Oké, fuck it. Dit was echt niet het moeite waard om te looten. Waar zit die andere guy? Ik weet het niet, man. Ik denk op dit huis. Hij zit hier beneden. Let's go, got him. Heeft die trap? Oké, okay, nice. Oh, chill, bro. Jongens, 3 kills. Zo doen we dat gewoon. Oh, waarom laat hij die gouden RPG achter? Had hij geen kogels meer? Oh, ik trouwens ook niet. Jammer weer. Shit, sorry. Oké, we hebben echt twee hele heerlijke... We hebben eigenlijk 3 heerlijke wapens. Die mooie blauwe AR. Onze spas en die RPG. Alleen die moet wel even gevuld worden met rockets. Dus ik moet even op zoek gaan naar rockets, man. Oké, okay, dat is wel kut, houden. Heb je een sterk wapen en dan kan je er niet mee schieten. Dat is wel echt... Oh, shit, gek. Dat is niet lief. Huh? Hij is zo low. Let's go, got him. Oh my god, echt mijn hele kop ging waarschijnlijk mee van... Oh, ik mag niet doodgaan. Oké, okay, we hebben hem. Medkit, wacht, dan neemt die andere medkits ook mee. Ik moet gewoon letterlijk, jongens, de rocket launcher achterlaten, man. Gewoon qua HP is dat gewoon slimmer, man. Want ik heb nu 3... Juist, perfect. Oké, okay, we moeten rennen, jongens. De safe zone is wel een stukje verderop. Ik heb 3 medkits, dus dat komt zeker wel goed. Even vissen. Kom op, even een visie. Oké, Flopper, ik wil hem pakken. Kan ik... Oké, okay, dankjewel. Neem we die in. Zo, full HP. En dan gaan we er nu vandoor. Let's go. Oh, ik zie een med... Oké. Okay. Ga ik dit huis pushen voor een medkit? We gaan het doen. En een grote pot. Ik zweer, als ik nu gefucking killed word, hè. Oké. Okay. Iemand laat gewoon letterlijk een grote pot achter. Oké, okay, die guy moet sowieso full shield zijn. Ik hoor trouwens echt lijpe fight gaande naast me. Ik hoor hier nog een kist boven me. Waar zit die kist? Zit hij nou weer hierboven? Kistje, kistje, kom maar. Waar zit die kist, man? Holy shit. Holy fuck, ouwe. Lijpe fight gaande. Waar is die kist? Oh, hieronder weer. Huh? Oké, okay, ik heb geen idee waar die kist zit. Oh, hier. Wat de heck? Wat een plek. Oké, okay, medkit. Oké, okay, shit. Gaan. Hop, hop. Let's go. Weg hier. Oké, okay, let's go. Fuck, ouwe. De killsteal koning was er bijna, jongen. Okay. Oh my god, daar zit iedereen, gast. Oké, okay, ik zit op de safe. Oh my god. Oh my god, er is weer een fight gaande daar. Snel naar de safe zone. Even een medkitje in nemen. En dan gaan we even gluren wat daar gebeurt, man. Okay, even zien. Daar ligt allemaal loot. Okay, die guy gaat rennen, je ziet hem. Oké, okay, snel. Kom op, medkit, sneller. Kom op, man. Hij zit nu in de safe zone. Ik moet mijn AR eerst reloaden nog. Oké, okay, reload dat ding. Hop. Ik ga hem pushen, ik ga hem pushen. Let's go. Spas, doe je ding zo meteen, bro. Hij kan sowieso... Hij moet low zijn. Oké, okay, ik heb meds nodig, man. Ik ga hem gewoon pushen. Beetje stress geven. Kom eruit, vriend. Oké. Okay. Oh shit. Oh my god, die sniper. Weinig mensen boos. Oh my god, dank u wel, dank u wel, dank u wel. Medkit, medkit. Oh my god, ouwe.
Oh my god, die HP die die tactical shotgun doet. Ik zie daar een gast lopen. Ik zie daar letterlijk een guy lopen. Zwemmen. Kom op. Waar is het water? Ik zie het niet eens. Oké, let's go. Een mini. Let's go. Dit is van hem! Ik kan er niet uit. Oh my god. Ik ben dood. Oh my god, ouwe. Hoe kut is dit, gast? Hoe fucking kut is dit, ouwe? G fucking G, man. Oh, bro, ouwe. Oh, shit, gast. Ah! Fuck, ouwe. Shit, man. Besef één keer, ik weet niet hoe mijn mentale shit daar ging. Maar die kerel had letterlijk een muurtje voor mij weten te plaatsen, waardoor ik... Eigenlijk dacht van, ik had het er neergezet en ik probeerde dat ding te editen en dat lukt niet. Ik moest omdraaien, die andere muur editen, de stress, de save, zo. Oh. Maar alsnog jongens, ik heb me lekker met de Ghoul Trooper gespeeld. Was super ziek natuurlijk en holy shit. Hopelijk vonden jullie deze video leuk jongens. Als je deze video leuk vond, vergeet zeker op die duimpjes omhoog te rammen. Vergeet natuurlijk niet te abonneren, zou je me super erg mee helpen natuurlijk. En mis je dan natuurlijk niet mijn dagelijkse video's, want ik ben natuurlijk lekker dagelijks aan het uploaden jongens. Dus sowieso dik en zo naar jullie. Bedankt voor het kijken en ik zeg tot morgen bij een gloednieuwe video. Later mensen.